Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord, waar we natuurlijk gaan praten over die grote wedstrijd van komende zondag. Dat rechtstreekse gevecht om plek 4 in de Eredivisie als Vitesse naar de Kuip komt. Maar we gaan ook weer praten met een selectiespeler en dat is dit keer de onverschrokken Uroš Pajić. Ja, Uroš, mooie beelden van jou in een shirt bij Feyenoord. Gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten. Eerst het afgelopen vrije weekend voor jou. Dat begon met een potje voetgolf met je teamgenoten. Hoe was dat? Ja, yeah, it was really nice. It's always nice to switch a little bit the button. We profit a little bit of the free weekend that we didn't have the game, and it was nice. Moment to organize something like this, so it was joke, it was fun, it was good time to we spend a good time together. Ja, we zagen je ook veel plezier hebben, onder meer met Ramon ten Hove en Ricciano Haps volgens mij in het team. Uiteindelijk Haps als winnaar. Hoe kan dat? Kan je daar even op terugblikken? Ja, yeah, Haps won. I don't know. It was maybe the luckiest in that it was funny group. It was Ramon, him and Joao with us. Joao, he was checking every hole before everybody, and then he shoot like first touch was terrible, and that then we laughed so much. But yeah, it was really fun. We really enjoy it. Hoe kwam je er zelf uit? Yeah, I wasn't so good. I mean, I have some. easy shots where I think I will score and then I missed, and I from like 2 or 3 points where I need to win, I go to 6, 7 and then I lost a lot. So, but I didn't care about this. Honestly, it was just to take a good time with the friends, with the teammates, and to enjoy, to have fun. The result is not that much important. Mooi. En uiteindelijk een vrij weekend. Eindelijk voor jou weer eens een keer een vrij weekend. Hoe heb je die besteed? Yeah, finally. I would say we have a lot of games. And yeah, I spend the time with my wife. We went to Belgium a little bit, take a walk. Was nice weather also, so was really nice. Even in this time when is everything closed and everything. It is not working as normal, but yeah, it's still nice to have a free day to put your minds off and to enjoy a little bit in the sun. Was het even nodig? Had je het lichamelijk nodig? Yeah, I think this season is really exhausted, not only physically but mentally. Because we are not get used to this, to play all the time without supporters, and a lot of games we played, and as you know, this season is a little bit it's not the best season Feyenoord had. So yeah, with all that circumstances, yeah, it's sometimes you need to be free, to don't think about the football, and yeah, then maybe that was the moment to do it. Ja, je zegt dus dat het ook echt zonder supporters mentaal zwaarder is om wedstrijden te spelen in een lege stadion. Kan je dat uitleggen? Ja, yeah, of course, because we are used to play in front of the supporters. Football without supporters is nothing for me. When you come to play the game and when you have support on the tribune, when you have the fans, it's more. I'm speaking about myself. It's more, but I think everybody thinks the same. It's much more easy to get motivated, you know. And sometimes you have the games when you say, "For today, I'm tired," or
It was a tough week. We play a lot. But yeah, when then you have that boost from the tribune and you don't think about it, you just want to prove yourself. But yeah, this season is we didn't have this, and in some moments, was a little bit mentally tough. Ja, gelukkig komen de zondag weer wat supporters in de Kuip. Daar gaan we straks nog over spreken. Eerst even terug naar dat, naar dat lichamelijke, fysieke aspect van de rust die je nodig hebt gehad. Want je hebt ook weer wedstrijden met Servië gespeeld. Vandaar heel weinig vrije tijd voor jou. Yeah, true. Yeah, but it's always a pleasure and enjoy to go to your country and to play there. Especially was three important games and we did well. So yeah, it was good adventure these three games, and we get new coach, so everything is new. We restart from zero again. And now we have unfortunately we didn't qualify for Euro. That's a big minus, but that's why we restart from zero now with the new coach, and we are really fully preparing for qualification for the World Cup. So we start well now. I think we will fight against Portugal for that first place. So we will see. But we are very optimistic with this. So yeah, this June we will have two friendly games. So that's not so important. But after we'll have the games that we must do good results. So yeah, it's always a pleasure to go for the country. That's something really nice for every football player. Ja, in dat kader was je ook weer even terug in jouw thuisstadion, het Rode Sterstadion. Hoe is dat? Dat moet wel extra bijzonder zijn om daar weer terug te keren voor jou. Yeah, it's always pleasure and always some specific emotion when I play there. I know the people there. I know the staff, everybody who works there on the stadium. So every time I come there, I feel like at home. So yeah, it's always pleasure and nice. And I love to play there, especially with the fans. It's really nice to play. So yeah, hopefully this situation will be better soon, and that we finally can play football in front of the fans. Ja, hoe was dat voor jou vroeger? Je komt uit de jeugd van de Rode Ster, de populairste club van Servië. Je mag spelen voor Rode Ster, uiteindelijk ook in het eerste elftal. Dat moet voor elke jongen in Servië wel ongeveer een droom zijn. Ja, yeah. Yeah, I spent all my childhood in Red Star. So ordinary generation since 12 years to first squad I passed through, and it was nice experience. It's as kid you are dreaming about to go outside with the first team and to play there in front of the fans who are fantastic. Similar to here to Feyenoord fans, but unfortunately, now they will play against Vitesse with 6,000, at least something. But yeah, I will regret that if I don't stay, that I didn't play against in front of the fans of Feyenoord. That's for me will be big regret, but it's life. And when I start to play there, I really, that was part of my dream. And of course, that was the circumstances that I didn't play so long there, because I play only 20 games for the first squad and I left. But at the end, I helped the club, because in that moment financial situation wasn't so good, and they paid with my transfer the money for Europe. So at least I did something for my club, and that's something I'm proud. The only thing that I didn't do, which I did in whole younger generations, that I won the competition with Red Star. Only that's the thing I didn't do in the first team. But at least I did something. So I would say that I'm pretty satisfied with what I did there. Ja, mooi dat je dan iets kan doen voor je jeugdclub.
Maar je zit wel als 20-jarige jongen opeens in Toulouse, waar je heen ging, in Zuid-Frankrijk. Dat is nogal wat. Ja, yeah, het was een nice adventure. Yeah, when you go as young as this, of course everything is difficult for you, especially you don't speak language. French is a little bit French people are a little bit difficult because they don't put so many efforts to speak English. So yeah, it was a little bit tough, but I have one friend there who played in Red Star also. He was older than me. He's older than me. But we didn't play together in the first squad, but I was like on preparation when they was there, and I knew him, and yeah, he helped me in that period a little bit. And I would say it was nice till I get injury, then I get some problems and the thing, but at the end, I would say it was nice adventure also there in Toulouse. I enjoyed there also. It was nice. France is nice country, good competition. So it was good experience for me. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Krasnodar, waar je terecht kwam via Anderlecht, waar je Belgisch kampioen werd. Maar daar bij Krasnodar ging je als een raket van start, ging supergoed, tot je eigenlijk geblesseerd raakte. Zo, dat is het verhaal een beetje in een notendop, denk ik, toch? Yeah, exactly. But you know, that's the football. You can never say nothing for the future what's going to happen. I played every game, every single game there. I was everything was good. And then it came this, I wouldn't say even injury. I did this surgery by myself. I make a deal with a doctor to do this. That was the best solution for me. But yeah, in the winter break, when is the break is long in Russia, so I don't miss nothing. And yeah, I play last game Europa League, and I pack my suitcase, went to Germany, and then all the problem starts with the surgery was not so good, and I lost like. For the surgery, when you need 3 weeks, 4 weeks to recover, I lost 4 months, 6 months, and that's why they decided to let me go to play somewhere, because also they changed the rule in Russia that only eight foreign players can be there. So, and we had in that moment 12. So yeah, it wasn't so good situation for me, so that's why. But at the end, one door closed, second door is open, so that's why I'm here, and I'm really happy that I came here, because Feyenoord is such a nice club, and Rotterdam is also a beautiful city. I didn't profit so much because of COVID. I must say, but I will remember also in really nice, as a really nice adventure for me, and also as I said before, I will always have this regret that I didn't play with supporters of Feyenoord. So yeah. Ja, gelukkig gaat dat zondag in ieder geval een klein beetje gebeuren. Tegen Vitesse, over die wedstrijd gaan we straks praten. Oeros, eerst aandacht voor. De ESPN special Berghuis en Berghuis. Afgelopen maandag deel 1 uitgezonden. Ook inmiddels te zien op het YouTube kanaal van Feyenoord. Komende maandag deel 2. Mooi gesprek tussen Frank Berghuis en zijn zoon Steven Berghuis. Ik denk dat ik wel een andere type buitenspeler was dan Steven is. Ik speelde echt aan de linkerkant met mijn linkerbeen. Terwijl hij aan de rechterkant speelt met zijn linkerbeen. Dus dat is wel een... Er zijn wel bepaalde overeenkomsten, maar ook niet alles. Ik ben wel ook direct, net als mijn moeder. Ik zeg gewoon gelijk waar het op staat. En als bijvoorbeeld na een wedstrijd en hij vindt dat ik niet goed heb gespeeld, dan heeft hij liever dat mijn moeder het vertelt. Dus dan heb ik hem aan de lijn en dan heb ik het gevoel, oké, hij is best wel blij met me. Maar dan krijg ik mijn moeder aan de lijn en dan die zegt, ja, hij heeft de hele wedstrijd zich geërgerd aan je en aan je keuzes en aan dit. Dan zeg ik, waarom zeg je dat niet gewoon tegen mij? Daarin, ja, dat denk ik. Hè. Er staat binnenkort weer een wedstrijd op het spel. Dus laten we dan maar hopen dat het beter gaat. Maar, Ja, je bent wel kritisch. Hij is wel kritisch. Legt de lat wel hoog. En meest kritisch...
Ja, op keuzes, op als ik de 1 tegen 1 kan opzoeken, maar ik doe het niet. Soms te snel de voorzet, dat vind je ook wel vaak. Vaak nog in de actie moet blijven. Soms mijn omschakeling ook. Terugverdedigend. Hij is wel kritisch, maar dat heb je wel meer tijdens de wedstrijd, als ik het dan hoor. Want ik hoor het vaak van mijn moeder en van mijn broertje. Dat hij tijdens de wedstrijd zich wel aan bepaalde dingen dan echt ergert. En daarna hebben we het er wel gewoon ja, op een normale manier over. Gewoon zoals het hoort, denk ik. Wel gewoon kritisch, maar alleen om beter te worden. Maar in eerste instantie kijk ik wel met veel plezier altijd naar de wedstrijden, dat sowieso. Maar als hij geen kwaliteit had, dan zou ik ook niet zeuren over dingen. En dan zit het met name doen in een beetje domme dingen, weet je. Dan denk ik, waarom geef je nu de voorzet, dan wordt hij geblokt bijvoorbeeld. Of dan schiet hij terwijl de bal helemaal niet goed ligt, of ik noem maar wat dingen. En daarnaast is het, we hebben het ook altijd over, hey, hou je houding goed en zo. Of laatst tegen AZ bijvoorbeeld, die overtreding niet doen, jongen. Je kan hem blesseren, vind ik niet nodig. Je kan jezelf blesseren. Hè? Moet je niet doen, weet je. We houden allemaal van keihard voetbal en zo ben ik ook opgevoed en opgeleid wat dat betreft. Dat zijn dan dingen die hij niet nodig heeft met zijn kwaliteiten. Want ik heb vroeger ook wat tackles gemaakt en die zagen er vaak ook niet uit. Dus ik denk, dat is niet nodig. Met jouw kwaliteiten, focus op dat goede spel en bam. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord met onze gast Uroš Spajić. Voor de break hadden we het over de weg die hij heeft bewandeld tot Feyenoord. En nu gaan we het hebben over zijn tijd bij Feyenoord, Uroš. Je wilde heel graag terug naar West-Europa toen je verhuurd kon worden bij Krasnodar. Waarom was dat? Ja, yeah, I had the possibility. I had 2 or 3 options, 2 concrete options. But yeah, for me the best solution was to come in Feyenoord, because yeah, I wanted to come back to Europe again, and I played in Anderlecht already, and I knew that Feyenoord is a very nice club, big club, one of the biggest in Netherlands, so that I also the competition here is good. So yeah, I wanted to come here. The people from Feyenoord also they show me really that really they want me, and that's also one of the thing helped me to make my decision. Ja, en je kon informatie inwinnen bij een ploeggenoot, een kind van Feyenoord, van de club, Tony Villena. Wat heeft hij jou verteld over Feyenoord? Yeah, I spoke a lot that period with Tony, and yeah, of course, he spent all his life here. He said only the best words, and but he was right for everything he said. Like the club is nice, the fans are fantastic, the area for the training ground is really nice, the all facility, and the city is beautiful. So yeah, he was right, and that was true. So yeah, he also helped me to make my decision. So yeah, that's why I decided to come here. Je kwam hier aan, je was fit, maar had wel een tijdje geen wedstrijden meer gespeeld. Eigenlijk wilde Feyenoord je wat aanpassingstijd geven, maar je moest al snel aan de bak door veel blessures centraal achterin. Hoe was dat voor jou zonder aanpassingstijd? Yeah, also that's because of the boys here. We really have a nice group of guys. Everybody are really good guys, and yeah, but the football is a universal sport, you know. Nothing, yeah, everybody speaks English here, so it wasn't so difficult for me. And I didn't have so much time because I played immediately the game. So yeah, the worst part actually was when I been here only without possibility to train and to play with the guys. That was the worst part for me. But afterwards was, I would say, pretty easy. Ja, er werd geschreven na je eerste optreden voor Feyenoord in die uitwedstrijd tegen Willem II, dat het liefde op het eerste gezicht was, Uroš en Feyenoord. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, yeah, I said also to my family and to my friend that I didn't have a
I wasn't afraid because red and white goes with me very well during my life. I think this year, since in January, I had really good season. I played good. I had some issues personal which I cannot speak. Then that was really mentally really tough period for me, and also maybe it was my mistake that I didn't say to anybody this, and to coach and to no one, that he make me play all the time, and that's why maybe my games was so good in February. But yeah, that's in past, and now I'm full again. Feel really good. So yeah, also the national team helps me a little bit to find my way again, to get confidence, and yeah, I'm happy that I came back here and played two games with a victory. So hopefully it will continue like this. We respecteren uiteraard dat je daar niet te veel over uit wil wijden, maar ben je nu wel helemaal vrij van mentale problematiek, helemaal vrij om te doen en laten wat je wil? Yeah, that's what I said. That in past, that is okay. Yeah, this was specific period for me, and yeah, I didn't share it to no one. So that's the first time I say something. Yeah. To defend myself, because yeah, in that period I know that I didn't play so well, so yeah, but I had a good reason, and but yeah, that's already passed, and I don't think about it anymore, and now I'm fully concentrated and fully prepared to each game which coming. Dat is goed om te horen, want die van komende zondag is heel belangrijk, want dan gaat Feyenoord in de Kuip spelen tegen Vitesse. Het is weer tijd voor de Eredivisie en Feyenoord vervolgt die zondag met een zeer belangrijke wedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers staan vierde en door de bekerwinst van Ajax geeft deze positie nu recht op plaatsing voor de derde voorronde van de Conference League. De Arnhemmers kwamen in hun laatste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag niet verder dan 0-0 en daardoor is onze achterstand op Vitesse nog maar 2 punten. Want Feyenoord won zijn laatste competitiewedstrijd met 2-1 in Utrecht. Eerder dit seizoen verloren wij met 1-0 in Arnhem, ondanks een doelpogingenverhouding van 8-20 in het voordeel van Feyenoord. Feyenoord is sterk in de Kuip tegen Vitesse. Van onze 34 eerdere ontmoetingen wonnen wij er 21, speelden 10 keer gelijk en 3 keer leden we een thuisnederlaag. Onze laatste thuiswedstrijd was op 30 september 2018 en toen zorgde Robin van Persie voor een fantastische ontknoping. Via... Ja, daar is hij! Wat een klasse, wat een schoonheid, wat een treffer! Hij doet het weer! Hij is de man van Feyenoord! Wat een streep! Voor het eerst sinds 27 september 2020 wordt Feyenoord zondag in de Kuip weer gesteund door een deel van het legioen. De laatste keer was tijdens Feyenoord ADO Den Haag en toen zagen 13.000 supporters dat Feyenoord met 4-2 te sterk was. Tijdens Feyenoord Vitesse zijn er 6500 supporters welkom. Op Steven Berghuis staat de laatste weken geen maat en daardoor is onze topscorer nog maar 1 doelpunt verwijderd van zijn meest doeltreffende seizoen in de Eredivisie. In 2017-2018 maakte Steven toen 18 competitiedoelpunten voor Feyenoord. Voor Brian Linssen is Feyenoord-Vitesse een speciale wedstrijd. Brian speelde de afgelopen 3 seizoenen 88 competitiewedstrijden voor Vitesse en wist daarin 41 keer te scoren. Leroy Fer staat op de drempel van een mooie mijlpaal. Feyenoord middenvelder kan zondag zijn 200ste eredivisiewedstrijd spelen en van zijn vorige 199 speelde hij er 147 voor Feyenoord en 52 voor FC Twente. Leroy maakte zijn eredivisiedebuut op 2 december 2007 in de 6-0 overwinning op Heracles Almelo. Editie nummer 35 van Feyenoord Vitesse gaat zondag om 16:45 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Hiegler. Deze wedstrijd is live te zien op ESPN en hou onze Feyenoord social media kanalen ook goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. Ja, Feyenoord Vitesse zondag Oeros, een hele belangrijke.
Met fans, dat is het. Ja, je zei het al, dat is wel ongeveer het meeste waar je naar uitkijkt na al die maanden zonder. Ja, finally. Hopefully it will continue and it will grow till 50,000. Yeah, but yeah, it's nice. At least something. As I said at the beginning, it's much more easy for us, for everybody to enjoy to play football and for fans to watch. They love football. We as players and they as a fans, we love football. We work for it. We live for this thing. And football without fans is not the same game. So yeah, hopefully the situation will be good and better, and that we will have this opportunity to continue to play for the fans. And yeah, it's a nice thing that we will have now support, and it's really important game. So at least I know that it will be nice. And I'm looking forward to see this, at least to feel something. I hope we will do the good result, I mean, to win this game. Ja, hoe kijk je naar die wedstrijd? Jan-Dirk Stouten, onze Feyenoord-watcher hier aan tafel, die zei als jullie vertrouwen willen putten, dan moeten jullie terugkijken naar die tweede helft in Arnhem, waar jullie razend goed waren, maar alleen niet scoorden. Yeah, hopefully we'll do the same as we did that second half. We have so many opportunities to score, yeah, and we didn't. At the end, we was unlucky. Hopefully, all the missed chances will come on Sunday with the goals. And yeah, we all know that the game is really important. It was our first. A lost game there in the of the and that game and our series. I don't know how many games without lost. So yeah, it was lesson, and we know that we play against in front of our fans at least 6,500, but we know that. As I said, important of that game, and I think each of us will push 100% to win this match. Ja, dat kunnen een aantal hele mooie laatste weken worden zo, Uros. Vitesse, maar ook nog de klassieker in de Kuip. Ja, dat gaat mooi worden. Hopelijk. Ja, exactly. Ja, this at the end, we can end up this season in the positive vibe with the good results. And we need to look in that way. So now we don't have so many games. It's easy scheduled weekend. So we have a full week to prepare each other very good and to be physically 100% ready. So at least I can say that we will give a 100% fight on the pitch. And hopefully we will reach our goals to win these games. Goed om te horen, Uros. Zet hem op komende zondag. En we zien je snel in de Kuip. En jullie bedankt voor het kijken om alvast in de stemming te komen voor die kraker van zondag. Hebben we de 5 mooiste doelpunten uit wedstrijden tussen Feyenoord en Vitesse uit het verleden op een rijtje gezet. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot maandag. Hier is Kazim Richards. Immers. Voorzet Karsdorp, Toornstra bij de tweede paal. Aannemen, schieten, scoren. Ja! Yeah! 1-2. Toornstra doet iets terug. 8 minuten voor rust. Normaal gesproken zie je spelers die vader zijn geworden als ze een doelpunt maken. Kort daarna dat vieren met gebaren. Maar ja, als je met 2-0 achter staat, dan is daar geen tijd voor. Dat begrijpt Toornstra hier heel goed. Goeie goal trouwens. Extra speeltijd bedraagt slechts 1 minuut. De Koesman die scoort! En die zet Feyenoord op 1-0. Uitgerekend in die ene minuut extra speeltijd die erbij komt. Denkt hij, niets lukt. Laat ik het dan maar eens zelf proberen. Laat ik dat hele eind dan maar afleggen met de bal aan de voet. En helemaal aan het einde van de rit trapt hij de bal met links. Langs een totaal verbaasde Veldhuizen. In een hele vlakke eerste helft. Komt Feyenoord opeens tot ieders verrassing op een 1-0 voorsprong
via Jonathan de Guzman. Pauw en Komtenman moeten gaan uitmaken wie de schutter wordt. Dat is Pauw en die gaat erin af. Patrick Pauw. Een donderslag. En daarmee geeft Feyenoord en Patrick Pauw in het bijzonder aan dat het toch niet met zich wil laten zollen vandaag. Dat het de punten niet zomaar cadeau wil geven aan Vitesse. Thank you for watching. Did you enjoy the video? Click here for subscribe.